En het voorkomen van witwaspraktijken moet geschieden via een belastingdienst. Dit kwam naar voren bij de behandeling van de ontwerpwet houdende vaststelling van regels in zaken het voorkomen en bestrijden van money laundering en de financiering van terrorisme. VAP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin zei dat we niet onder druk van instituten bepaalde zaken moeten implementeren die in de praktijk contraproductief en belemmerend werken. Voorkomen van witwassen in een land wordt gedaan door een fiscaal dienst. Laten we zeggen, je belastingdienst. In deze wet wordt er geen enkele relatie gelegd met je fiscaal dienst. Alleen dan alleen zou ik zeggen, regering, u gaat dit terug moeten nemen. Omdat je geen enkel wet tot stand kan brengen waarbij je gaat zeggen dat je gaat bestraffen, je gaat bestraffen, je gaat bestraffen, maar je doet niets aan voorkomen. Dus dat is onaanvaardbaar. Dus ik vraag de voorzitter of er met de autoriteiten gesproken is geworden, want wat ik hier zie is gewoon iets onwerkbaars. NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam haalde aan dat sluipende transacties een groot risico zijn voor witwaspraktijken. Ze meen dat de vieze regeling van 1947 conflicterend is met deze wet. Voorzitter, jouw belastingen, de manier hoe het is ingericht, et cetera, die maakt dat je dan in de sluipende transactie kan traceren. Maar we hebben ook gezien, we hebben een deviesregeling van 1947, waarbij het beleid, het deviesbeleid door de regering, namens de president, wordt bepaald. En ik zie een conflict daar met deze wet. Waarom is de deviesregeling van 1947 met de bijbehorende beschikking niet meegenomen om het te vervallen te verklaren of aangepast? Is dat door de regering? Gaat dat worden aangepast? Dus dat is mijn duidelijke vraag, voorzitter. Het ontwerpwet houdende vaststelling van regels in zaken het voorkomen en bestrijden van money laundering en de financiering van terrorisme is gisteren in behandeling genomen in de Nationale Assemblée. De bedoeling is dat deze wet het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme tegengaat. Deze handelingen zijn verboden en dienen bestraft te worden.